Welkom bij deze instructievideo van Mercedes-Benz. In deze video laat ik u zien hoe u het Mercedes-Benz User Experience Systeem, MBUX, kunt bedienen in de auto. Om te beginnen bestaat dit systeem uit twee digitale schermen, één in het midden van de auto en één achter het stuur. Standaard zijn deze schermen ongeveer 7 inch groot. Optioneel kunt u kiezen voor de grotere schermen van 10,25 inch. Samen noemen wij dit de widescreen cockpit. U heeft dan een scherm achter het stuur, een groot scherm en een groot scherm in het midden. Er zijn een aantal manieren om deze schermen te bedienen. De meest gebruikte manier voor het middelste scherm is de touchpad in het midden. Dat werkt eigenlijk een beetje zoals bij een laptop. U kunt het scherm ook bedienen met de buttons op het stuur, het pijltje, het huisje en de touchbutton. Daarnaast is het ook een aanraakscherm, dat laat ik u zo zien. En u kunt vrijwel alles in de auto ook met spraak bedienen. Het scherm aan de linkerzijde achter het stuur kunt u bedienen met de buttons aan de linkerkant van het stuur. Ook weer een huisje, een pijltje en een touchbutton. Het scherm in het midden, zoals gezegd, is een touchscreen. Dat betekent dat net als uw smartphone of uw tablet kunt u het bedienen door het aan te raken. U kunt dus swipen zoals het heet. U kunt ook drukken. En u kunt zelf pinchen, zoals het heet. Wat u doet bij uw foto's als u in- of uitzoomt. U kunt dus in- en uitzoomen op die manier. Ook handig is dat u bijvoorbeeld het menu, de volgorde van het menu, kunt veranderen door eventjes in te drukken en dan te verplaatsen. Op die manier kunt u zelf de volgorde helemaal aanpassen. Zoals gezegd kunt u het systeem ook bedienen met de touchpad in het midden van de auto. Dit werkt eigenlijk een beetje zoals bij een laptop. Dus u kunt op het huisje drukken om naar het hoofdmenu te gaan. U kunt van links naar rechts door te swipen. U kunt ook naar boven en naar beneden. En u kunt ook inzoomen en uitzoomen met twee vingers. Daarnaast vindt u naast het scherm, zoals u van oudsher gewend bent, ook gewoon fysieke knoppen. Dus u kunt gewoon via een knop naar navigatie, u kunt naar radio en als u die knop nog een keer indrukt, komt u in media. En u kunt naar telefoon. U kunt ook kiezen voor het voertuigmenu, waar allerlei instellingen mogelijk zijn. De parkeerbutton of dezelfde button, daarmee opent u de camera. Favorieten en Dynamic Select. Die zal door iemand anders in een andere video nog worden uitgelegd. Dus zo werkt de touchbutton. De touchpad. De buttons op uw stuur. Daarmee u kunt eigenlijk gewoon naar het hoofdmenu door die knop in te drukken. U kunt een stapje terug door die knop te gebruiken. En u kunt met deze touchpad, het makkelijkste werkt dat met uw duim, van links naar rechts, zoals u nu op het scherm op de achtergrond ziet. Ik zal hem even scherp stellen. Dus u kunt naar links en naar rechts. U kunt ook als u iets wil kiezen, kunt u erop drukken. En u kunt ook weer een stapje terug. Dus u kunt eigenlijk het hele menu bedienen met één duim. Het scherm aan de linkerkant kunt u bedienen met deze buttons. Ik zal niet te veel in detail treden, want dat doe ik straks. Maar u kunt hiermee bijvoorbeeld door een menu heen bladeren. En u kunt ook van links naar rechts. Dus op deze manier bedient u dit scherm. Nou, we zien het al even naar boven komen. Een van de features, een van de leuke dingen van Mercedes-Benz User Experience is dat het spraaksysteem behoorlijk intelligent is. Het is echt een nieuwe generatie spraaksysteem. En u kunt dit spraaksysteem activeren door middel van een trefwoord. In Nederland is dat Hey Mercedes of Hallo Mercedes. Nou, u ziet al dat gelijk activeert. U kunt dat ook uitzetten, laat ik u zo zien. En dan kunt u dat systeem bedienen met een knop op uw stuur. Dus als u veel praat in de auto, dan kan het wel eens gebeuren dat dit systeem reageert terwijl u het niet wil. Of niet reageert als u het wel wil. Meestal werkt het prima, maar voor de mensen die het handig vinden, kan het ook uitgezet worden. Ik zal u wat laten zien. U kunt in principe het activeren en dan kunt u allerlei functies bedienen. U kunt dus de functies in het menu bedienen. Dus bijvoorbeeld navigeren, mensen bellen, radiozenders wijzigen. Maar u kunt ook in de auto zelf, dus waar normaal fysieke knoppen voor aanwezig zijn, kunt u ook functies bedienen. Voorbeelden daarvan zijn, u kunt ontwasemen, u kunt de achteruitverwarming aanzetten, u kunt de temperatuur instellen, omhoog en omlaag en een bepaalde temperatuur. U kunt ook
de stoelverwarming die normaal met een knop werkt bedienen. En zo zijn er meer dingen. Dus het voordeel daarvan is dat u tijdens het rijden heel veel met spraak kunt doen, waardoor u niet afgeleid wordt door knoppen. Ik zal u even wat dingetjes demonstreren. Hey Mercedes. Zeg het maar alstublieft. Navigeer naar Lakenblekerstraat 5 Aalsmeer. Ik bereken de route naar de bestemming Turfstekerstraat 5 Aalsmeer. Nou, dat is gelijk een mooie demonstratie. Rijd naar de getoonde route alstublieft en daarna meteen rechts afslaan. U zult natuurlijk denken, hey, hij pakt de verkeerde straat. Alleen, toevallig is het zo dat de ingang van ons pand om de hoek zit op de Turfstekerstraat. Dus het NBUX-systeem kan online zoeken voor bijvoorbeeld navigatiebestemmingen. Kijkt wat de bestemming is en beseft dan, hey, de ingang zit op de Turfstekerstraat. Dus ik zeg Lakenblekerstraat. Alleen de auto die pakt automatisch onze ingang. Dus dat gaat helemaal goed. U ziet ook gelijk hoe snel het NBUX-systeem uw opdracht verwerkt. Geen vragen tussendoor. Als hij het goed verstaat, dan gaat hij gewoon in één keer navigeren. Dus dat is echt top. Ik zal hem eventjes stoppen met navigeren. Op deze manier kunt u ook mensen bellen. U kunt radiozenders wijzigen en nog veel meer dingen doen. Ik zal nog een demonstratie doen. Dan moet ik wel even de airco aanzetten. Hey Mercedes. Zegt u het maar. Temperatuur 22 graden. Ik zet de temperatuur op 22 graden. Nu ziet u dat ik eerst Hey Mercedes activeer en dan wacht tot ze wat vraagt. U kunt dat ook in één keer doen. Dus u kunt ook zeggen, Hey Mercedes, 20 graden alsjeblieft. Ik zet de temperatuur op 20 graden. Ja. Of bijvoorbeeld, Hey Mercedes. Zeg het maar alsjeblieft. Sfeerverlichting turquoise. Oké, ik verander de kleur. Helaas is turquoise niet zo goed zichtbaar overdag, maar hij heeft hem aangepast. Nou, zo zijn er dus nog meer mogelijkheden. Wilt u nou wat meer weten over dit spraaksysteem? En u wilt weten wat de mogelijke commando's zijn? Er zijn niet echt vaste commando's, maar u kunt wel suggesties krijgen. Dan zegt u, Hey Mercedes. Hey Mercedes. Zegt u het maar. Hulp. Om vertrouwd te raken met de spraakbediening adviseren wij u de inleiding voor de spraakbediening. Om hulp voor een specifieke applicatie of functie te krijgen, kunt u bijvoorbeeld zeggen, hulp voor de navigatie of hulp voor het adresboek. Nou, zoals u ziet, kunt u voor verschillende functies in de auto wat hulp krijgen. En op die manier leert u een beetje welke functies allemaal bedienbaar zijn met spraak. Niet alles is met spraak te bedienen, bijvoorbeeld de ramen en dat soort dingen kun je niet openzetten met spraak uit veiligheidsoverwegingen. Nou, ik zei ook nog eventjes dat ik liet zien hoe je dan dat systeem niet met Hey Mercedes kan bedienen, maar met het stuur bijvoorbeeld. U ziet hier dat knopje met die auto. Daar drukt u even op. Dan komt u gelijk in het voertuigmenu. Als u dan vervolgens naar systeem gaat, naar Linguatronic, dat is ons spraaksysteem, dan kunt u daar ervoor kiezen om Hallo Mercedes uit te zetten. Dan reageert hij nooit meer op Hey Mercedes. U kunt dan nog wel gebruik maken van spraak, maar dat doet u gewoon door deze knop op het stuur eventjes omhoog te drukken. Sfeerverlichting blauw. Oké, ik verander de kleur. Nou, zo werkt het dus. Op deze manier kunt u dus bijna alle functies in de auto met spraak bedienen, waardoor het een stuk veiliger wordt. Nou, we hopen dat u wat geleerd heeft van deze video en we wensen u heel veel rijplezier in uw schitterende Mercedes-Benz. Fijne dag!